Op het Marktplein in Bergen te Blijt is een nieuwe laadpaal geplaatst voor het opladen van elektrische auto's. Hoe is de stand van zaken in de gemeente Valkenburg aan de Geul met dit soort palen voor het opladen? We vragen het aan wethouder Remy Meijers, de wethouder van Energie en Duurzaamheid. Hoe is de stand van zaken met het aantal laadpalen in de gemeente Valkenburg aan de Geul? Ja, ik zou niet wat betreft het aantal laadpalen in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Ik zou niet durven zeggen hoeveel het er precies zijn. Wat openbaar betreft althans. Maar in ieder geval is het wel voldoende wat we zien. We krijgen geen klachten over dat elektrische auto's niet voldoende opgeladen zouden kunnen worden als ze in de openbare ruimte staan. Zit het tempo er wel in? Nou, ik denk dat we nog reactief zijn, maar dat is ook niet zo vreemd. Kijk, dit is vooral een mobiliteitskwestie. Hè? Het is niet zozeer energie en duurzaamheid, maar het gaat om mobiliteit. Autopark in Nederland wordt steeds meer natuurlijk elektrisch. En je ziet dus ook dat er steeds meer behoefte komt aan elektrische laadpalen in de openbare ruimte. We lopen daar dus zeker niet achter. Alleen er is nog geen actief beleid om er nog meer bij te plaatsen. En dan hangt het vaak van structurele werkzaamheden af. Zoals bij het Walramplein. Er is dus specifiek een laadpaal geplaatst. Niet alleen voor auto's, maar ook voor fietsen. En onlangs dus bij het Fuske, als afsluiting van de werkzaamheden aan de Valkenburgerstraat. Die was eerst bedoeld bij Bosdries, maar Spie die heeft bedacht, die doet dit als pilot om het te koppelen aan een lantaarnpaal en kwam erachter dat kan beter dus bij het Fuske. Nou, daar zijn we zeer blij mee. En bij het eerstvolgende structurele werk dat zou plaatsvinden, zal er dan waarschijnlijk weer een laadpaal geplaatst worden. Toch kunnen particulieren ook het initiatief nemen? Zeker kunnen particulieren ook het initiatief nemen. Je kunt gewoon een laadpaal aanvragen in de openbare ruimte als jij vindt van 1. Dit zou in mijn omgeving moeten. 2. Je bent zelf niet in staat om een laadpaal op je eigen oprit te realiseren. Want ja, als je een elektrische auto aanschaft, word je nog steeds wel geacht dat je dan zelf ook voor het oplaadpunt zorgt op je eigen oprit. Maar ja, het kan natuurlijk heel goed gebeuren dat je zometeen geen eigen oprit hebt. Dus waar moet je dan terecht met je elektrische auto? En als dat toegestaan wordt, hoeft de particulier niets te betalen. En dan hoeft de particulier inderdaad niets te betalen. Dan zou het toch ook heel goed zijn om dat extra te stimuleren vanuit duurzaamheid? Dat is ook zeker de bedoeling. Kijk, er wordt op dit moment een mobiliteitsvisie opgesteld. En er wordt ook zeker rekening mee gehouden van hoe moet je dan ontwikkelen dat op termijn voldoende laadpalen overal in de gemeente terechtkomen. Lopen we ten opzichte van andere gemeenten voorop? Ik weet niet zeker of wij voorop lopen. Ik denk zeker dat er gemeentes zijn en regio's waar hier veel meer gebruik van gemaakt wordt. Ik neem als voorbeeld een wijk in Utrecht, Lombok, waar zoveel laadpalen staan dat die ook weer dienen als de opslag van energie. Ja, dat is natuurlijk helemaal het anderste uiterste, maar daar moet je natuurlijk wel flink in investeren om dat dan te realiseren.